Hey, Flucky Games, hier. En dit is Guild Wars 2 met Ben en Stijn. Stijn en Ben moet je eigenlijk zeggen. Ja, Stijn en Ben is gesloten. Oh, nou ben ik weer dood. Zoals jullie al meteen kunnen zien, ik ben de zwakkere van de partij. We zijn ook een beetje in een hoog level gebied, ik ben eigenlijk ook te laag. Ja, maar dat zijn smoesjes. Wat, dat is gewoon zo. Ik ben altijd een zwakkeling in dit soort spel. I am defeated. Ik kan je gewoon revive hoor. But I'm still defeated. It says it right here. You are defeated. Heel netjes, met een puntje erachter ook nog. Dat is een beetje live action van Stijn. Nou, ik revive je wel hoor. Ach, wat lief. Zorgzaam die Stijn. Nou, ik heb het al door. Je zit gewoon onder mijn rokje te kijken, je viesbeuk. Je maakt gewoon misbruik van de situatie. Je kijkt zo onder mijn rok. Wat is dit nou? Bied wel even je excuses aan, hoor. Spijt me. Oké, is het goed. Maar het was nodig. Ik vond het op zich wel goed dat je keek. Het houdt in dat je alleen maar een pad bent. Nou, dat is niet eentje. Nee. Absoluut niet. Ik pak wel even mijn zwaard erbij. Mooi. Zwaar doet veel meer damage, maar krijgt ook veel meer damage. Oké, dit is die coole grot met champignonnen erin. Tenminste, ja. Deze grot heb ik al een keer ontdekt. Of ontdekt, gezien. En dan ga ik hem aan Ben laten zien, want hij is fucking cool. Ja, het is echt een hele mooie grot dit. Je moet zo even de reuzenpaddenstoelen zien. Vallen deze mij aan? Nee, want ze zijn geel. Kijk maar. Nice. Maar die Ettins zijn wel Ettins. Oh ja. Oh, er zijn wel even andere mensen gelukkig. Kijk, oh, ik voel die veteran Ettin, die gaan we helpen. Oké, ik plaats die mark. Combo, Stijn, combo. Ja, ik ben even een grub in de rol gaan, man. Kijk die reuzenpaddenstoelen dan, dat is toch cool. Wow. Ja, ik ben met die veteran Ettin bezig. Ah ja, die fucking paddo's. Awesome. Jeetje. Mooi hoor, mooi. Hey, Mighty Worn Scale Pauldrons of Mercy. Heavy armor. Ah, wat jammer nou. Hier is ook een hele grappige quest waarmee je een varkentje wordt. Oh, die had je verteld. Ja. Bij Manda. En dat is mijn vriend, want die heeft me ook al geholpen. Ga jij maar even veranderen in een varken en laat ze maar zien hoe het moet. Nee Ben, laten we eens hierheen gaan. Oké. Of trouwens, we worden wel eerst allebei een varken. Oké, heb ik hem het event al gedaan, maar dat weet ik niet. I'll help you. Wait, pick magic. Oh, ik ben een varken. Kom. Dan moeten we gaan deze coole grot in. Oh ja, varkens kunnen zwemmen. Oh, ik ben weer terug veranderd. Oh, ik ook. Nou ja, maakt niet uit. Kijk, deze grot met al van die vloebemannetjes. Kijk. Oh, dit is een kikker trouwens. Hier zijn kikkermannen. Kijk, zal je mijn haai even laten zien. Shark! Ah, wel een mooi beestje. Ja. Hier zijn trouwens voor mij geen vijanden. Ik ben er al geweest. Maar het is echt gewoon cool dit. Als je hier... Moet je maar kijken, er is hier een hele stad binnen. Boven water. Ja. Kijk dan. Wauw. Met allemaal kikkermannen. Vet gaaf.
Ja, toch. Hé, hey, kikken, man. Kan ik al dansen? Dat kon vorige keer niet. Nep. Nou, laten we maar weer teruggaan, denk ik. Ja. Even aan de kijkertjes thuis laten zien. Nee. Gaan we gewoon een beetje verkennen. Gewoon een beetje ditjes in datjes. Het is echt een gaaf spel. Ik zou het kopen als ik jou was. Nu. Gewoon meteen. Maar ik en Ben hebben allebei al een heel lange tijd Guilders 1 gespeeld. En daar waren we best wel goed in. Jaren. Jaren ervaring. We waren gewoon gevorderd. Gewoon gevorderd. En nu Guilders 2. Nou, het komt waarschijnlijk pas over een paar maanden uit. Maar er komt wel in de tussentijd elke maand een beta weekend. Waar je dus als je een pre-purchase... pre-purchase... Dan kan je de beta weekend zal spelen. Ja. Ik kan niet zo hoog springen als jij trouwens. Echt niet? Nee. Jij bent veel groter. Nou, laten we naar de overkant van het meer gaan. Ja. Of, nee, wacht, we gaan wel even naar de Moogaloos. Ja, waar weet jij dat de Moogaloos zijn? Volg mij maar. Jij bent een beetje dieper gegaan, zeker. Oh nee, niet, jij bent aan de oppervlakte. Het is wel weer voorbij dat meer waar we net waren, maar we gaan gewoon bij het oppervlakte blijven. Ja, ik denk dat ze niet tot bij de oppervlakte ons gaan lastigvallen, hoop ik. Gewoon doorzwemmen, dan kunnen ze ons niks gaan maken. Als een banaan. En is daar een Moogaloo village en die zijn vet lief. Dat zijn echt de liefste beestjes ooit. Dat zijn dolfijnbeestjes. Ze zijn daar watervallen. Een brug aan het bouwen. Dus hier bij deze watervallen. Oh ja, bij de watervallen ziet er ook wel heel erg als een Moogaloo village uit. Hier is daar is ook een waypoint. Ja. Dat is ook wel netjes. Ik heb hem al, maar... Ik haal hem even. Kijk naar die Moogaloo. Wat een lieverd. Het zijn zulke lieve beestjes. Tenzij je ze aanvalt, want het zijn dat echt hele gemene beesten om ze aan te vallen. Prince Cream. Yay. Kijk, je kan ook in al die huisjes. Er zitten allemaal Moogaloos in. Kijk, twee Moogaloos. Gluplug heet deze. Het is gewoon een Moogaloo die Gluplug heet, Ben. Ja, waar? Waar en is Gluplug? Oh, goh. Hier in dit huisje. Allemaal gekke namen hebben ze. En hier is een Merchant Moogaloo. Gluplug. En een naakte die het plukt u. Hij is naakt, of zij. Oké, zo naar de char, of wat het is. Het is met centaurs iets, maar het ziet er heel charig uit, vind ik. Het is bij deze Moa Birds voorbij. Van level 23 trouwens, maar die kunnen we wel aan. Als je me even helpt, misschien. Oké, dat was weer een Moa Bird minder. Mm-hmm. Hebben we daar ook geen last meer van. Hey. Oh, een dikzak valt ons aan. En dat is geen slappe dikzak. We deden een combo, Jurgen. Oh, nog één. Niet nog één. Ik kan je wel begrijpen dat je die fout maakt met tussen Jur en mij. Ze zijn natuurlijk allebei dik. Ja, maar waarom zijn ze opeens weg? Of is dat aan mij? Geen idee. Die centauren zijn opeens verdwenen. The fuck, bug report. Het is nog maar de beta natuurlijk, die hè? Die bird is wel een beetje dood. Ja, dat maakt me helemaal niks uit. Dude. Die bird. We gaan naar het Overlord's Great Camp. Oké. Dat is een heel groot. Daar is wel een event trouwens. Ja, dat is een heel groot event. Waar wij veel te slap voor zijn. Jongen. Even mijn vogel weer op de been brengen. Op de vleugel brengen. Haha.
Oké, en nu even. Kijk maar, hier rechts is het, zie je net. We gaan er niet in, want dan gaan we dood. Ja. Kijk hoe cool het eruit ziet. We worden nu al achtervolgd door twee waar we rennen. Oh, naar die waypoint, naar die waypoint. Snel, snel, snel. You shall not pass! Zo, ik heb ze tegengehouden met pijlen. Oké, cool, want dan plaats ik zo meteen even die Reaper's Mark. En dan schiet jij er doorheen. En doen we dik. Oké, we gaan die warg. Nu. Ik krijg geen combo, of wel? Volgens mij wel. Ik kreeg hem niet. Oh, je moet er goed voor staan. En nu? Nee. Hij is ook niet hoog. Allemaal geplaatst. Nee, doet niks. Wat is dat nou? Geen combo's meer, Ben. Ah, hij loopt wel mooi door die markt. Combo. Nu niet meer. Nou, dan is het echt als hij er alleen in staat. Waar gaat hij nou helemaal heen? Hij rent gewoon weg, wat een watje. Nou, laat hem maar. Even geen zin meer om hem te killen. Laten we verder gaan. Wow. Naar Lynchcroft meer, want daar zijn de Azuren. Sylvaris. Okay. Kijk, hier zijn allemaal hele hoge level mannetjes. Die ons wel willen helpen. Ze willen ons vast wel helpen, Ben. Weet ik niet, maar Rise and Troll, die zijn niet zo lief, denk ik. Bessel die flipt hem op MSN omdat hij niet. En omdat hij wiskunde moet leren. Maar hij wil heel graag Yoko spelen. Ik denk dat je in de verte ook al kan zien. Zeg maar. Oh, één slag ging er 1000 levens vanaf. Leef je nog? Ja. Gewoon blijven rennen, Ben. Nauwelijks. En wel rollen en zo, hè. Oh, kijk, ze helpen ons al. Kunnen ze wel aan. Gewoon in Death Shroud gaan. Met Express. Dan kan ik zeg maar ook best een sterke ding doen. Oké, kom. Yep, laten we gaan. Waar ben je? Jij gaat de verkeerde kant op. Rise and Brood. Maar trouwens, het is wel iets die kant. Het is door dit moeras. Ik ga gewoon dwars door het moeras heen rennen, want ik kan ze toch niet aan. Ja, maar ik ken ze ook niet aan. En mij slaan ze in één keer dood. Mij een paar keer. Gewoon rennen, er kan wel eens wel hulpje. Ja, maar ik ben al down. Dus. Echt waar? Ja, anders kan ik toch niet vertellen dat ik in één slag dood ben. Waarom doe je dat? Je moet gewoon rennen. Ja, maar ik deed rennen. Oh, nou lig je helemaal daar ook. Dan moet ik je helemaal gaan redden. Jeetje, Ben. Ik kan er helemaal niks van, jij. Ik kan er helemaal niks van. Jij, Ben, ben echt zo slecht. Sorry. Kijk, dan moet ik helemaal teruglopen terwijl er allemaal gekke zombies achter me aan zitten. Mijn hele armor is damaged. Mooi toch? Eens even kijken, heb ik misschien nog... Handigere... Kom je wel redden hoor. Ah, wacht, ik heb required level 14. Als Ben, ik kan je nooit redden, er zitten allemaal zombies naast je. Dino's doen. Die kan ik niet aan, die zijn level 24. En ik ben level 17. Is je nou verwaagd? Oké, tactiek, ik schiet hem weg en dan riep 5 keer snel. Gewoon beetje bij beetje gaan we het doen. Kut, dit wordt niks. Ga bij me weg. Ik heb hulp nodig van iemand. Oh, de game client lost its connection. Ik zie het, ik heb geen connectie meer. Ik ook niet. Nou mensen, dat is dus waarom dit dus een stresstest dag is. Ja. Dus nou ja. Dit was dan voorlopig heel even Flucky Games. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Vergeet niet te subscriben. Ja? En liken die shit. Absoluut. Oké. Doei. Bye bye.